hier vanavond in Hoogleten in een heel gezellig samen zijn voor 4 aflevering van de Sterrenshow, samenwerking met Ritchie en nog vele anderen. Ja, Mark, het zijn hele drukke tijden voor jou. Het zijn zeer drukke tijden. Vanavond is bijna ontspanning, hè, als je het zo bekijkt. We zijn inderdaad met 24 uur aan het opstarten. Dat moet 5 september om 6 uur van start gaan. Dat uur staat vast, dus we kunnen daar niet meer onderuit. 24 uur op 24, kanaal 37 van Telenet. Voor de mensen in Brussel, Telenet kanaal 127. En ja, 24 uur per dag gewijd aan Vlaamse muziek met uitstapjes uiteraard richting Duitsland en Frankrijk en Nederland. Maar hoofdzakelijk Vlaamse muziek, 70% Nederlandstalig, 70% uit Vlaanderen. Dus we weten wat gedaan. Ja, Telenet digitaal. Momenteel moet je dat telen met andere zenders. Maar dus vanaf 5 september 24 of 24. Ja, dat wordt programmeren? Dat wordt programmeren. Geholpen door heel veel software. Echt hele leuke dingen kunnen doen. Heel veel wordt geautomatiseerd. Je zal het wel zien op televisie. Het ziet er heel leuk uit. Maar het is gigantisch veel werk. Ja. De Vlaamse artiesten gaan jullie dankbaar zijn? Wel, ik hoop het, want we doen het toch een beetje voor hen. Hè. Ik bedoel, je gelooft in een product, je wil wat doen. Maar eigenlijk doe je het ook een stukje met hart voor die Vlaamse muziek. Want we hebben ze nu echt leren kennen. Ze zijn bij ons in Gent in de studio allemaal over de vloer geweest. Ik denk bijna van de eerste tot de laatste. Ze weten het wel te waarderen wat wij doen. We weten dat we toch een stukje verschil kunnen maken. Dat kan nu al in die 8 uur per dag die we uitzenden op kanaal 40. En dat wordt natuurlijk 24 uur per dag op kanaal 37, wellicht nog een stuk meer. Vandaag de eerste 4 afleveringen van de Sterrenshow. Niet alleen Vlaamse, Nederlandse, internationale act. Ja, maar dat is ook een stukje de bedoeling. Ik vond dat idee wel werken. Artiesten uit Vlaanderen, maar gecombineerd met grote namen. Jean-François Michael, ik heb daar bewondering voor. Hè, van in mijn jeugd, Dieu Jolie Candy, Christian Vidal, Angelique. Ik bedoel, dat zijn dingen die fantastisch blijven plakken in het gehoor. Dat zijn grote internationale artiesten die duizenden, miljoenen singles hebben verkocht. En die zet je samen met artiesten uit Vlaanderen, waar mensen ook van houden. Dus het is een perfecte combinatie. En het zegt ook een beetje wat Ment is. Heel veel Vlaamse muziek en ook uitstapjes naar de buurlanden. Met name als, inderdaad, zij die hier optreden. Maar ook een Gerlon Normand enzovoort, die komen ook aan bod. Ja, en verrassend voor onze kijkers. Lisa Delbo en Mieke presenteren het programma. Ja, ik ken Lisa minder goed. Al een tijdje en wat gebeld en zo. Mieke ken ik zeer goed. Mieke stelde Lisa voor. Ik vond het meteen een heel mooi idee. Het is een fantastisch duo. Ze doen het goed. Twee bekende mensen die ook in heel de showbiz wel wat credibiliteit hebben. Dus iedereen kent hen. En ze doen het fantastisch. Hele leuke keuze. Zij gaan dus presenteren op Ment, maar evengoed Inge Moerenhout, Nathalie Jenkrits, John Bollenberg, Stefanie Meire en een man die je kent van Radio 2, Herbert Verhagen. Ja, en niet alleen bekende namen, maar ook jong talent krijgt een kans en dat is wel belangrijk. Ja, dat is belangrijk, want dat jong talent, dat zijn die grote namen van morgen. Hè. Ik heb heel lang geleden, toen de dieren nog spraken en ik was 18, 20 jaar, was ik animator in een vakantiedorp in Westende. En toen kwam Micha Mare daar, ik was presentator, en zij bracht toen de piepjonge Luc Steno mee. Ja, had je toen niet gezegd, leuk dat Luc Steno er is, dan was er nu ook geen Luc Steno. Ik bedoel, de jonge mensen van vandaag zijn ook wel de grote namen misschien van in de toekomst. Ja, dus MenTV wordt een begrip bij onze artiesten. Ja, ik weet het niet, dat moeten zij uitmaken, maar ik hoop het wel. Ik ben ervan overtuigd dat wij een verschil kunnen maken, dat wij die sector een serieuze duw in de rug kunnen geven. Hoe meer televisieprogramma's er komen met Vlaamse muziek, hoe liever ik het heb. Ik zeg altijd, laat hen maar tv maken en wij doen het dan een hele week voor de kijkers. Dus ja, ik zie het wel zitten. Is hier een echte sfeer in Hoogleden, Vossenberg? Ja, ik vind het een leuke sfeer. De eerste liedjes was iedereen een beetje rustig en nu gaat iedereen compleet uit de bol. Je hoort nu, ik weet niet of de mensen het horen, maar ik hoor nu Christian Vidal met Angelique. Wel, iedereen is aan het meedoen. Dat is de gekte compleet. Hè? En ook de sfeer achter de schermen hier met de artiesten die elkaar al jaren soms niet gezien hebben, ontmoeten hier elkaar. Ja, maar dat is ook een stukje bij ons in het gebouw zo. Hè. We nemen sommige dagen 6, 7 programma's op met de ene Vlaamse artiest naar de andere die komt en allemaal kennen ze elkaar en ontmoeten ze elkaar terug. Ze blijven soms na de uitzending nog een uur of 2 uur hangen bij een kop koffie of een glas wijn. En dat is belangrijk. Dat is een stukje, dan maak je plannen, dan praat je over dingen, over mogelijkheden. Ja, dan gebeurt het.